ดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Is the why recruiting in Thais kennen jullie dat? Daar heb ik u gezegd. Hoe gaat het met u? สวัสดีค่ะค่ะ is for een vrouw and krap is for een man recruiting in Thais สวัสดีค่ะ Thais leren spreken vandaag gaat over de liefde. Hebben jullie een plan om naar Thailand te gaan? Volgen jullie liefde? Dating? Of waar ben je hen op zoeken? Nee? Dus gaan we vandaag over de liefde praten. Ik ben zelf ook naar België gekomen door de liefde. Ik ben zelf ook mijn liefde volgen naar België. Dus, waarom niet? Gaan we vandaag praten over de liefde, over een Thaise vrouw, over een Thaise man, over een transgender, maakt niet uit. Het gaat over de liefde. De eerste woorden van vandaag is hoe heet u? Hoe heet u? Kun je arai? Kun je arai? Hoe heet u? En natuurlijk voor een man, kun je arai krab? En voor een vrouw, kun je arai ka? Hoe heet u? Tweede woorden, kun soi maak. Kun soi maak. Jij bent zo mooi. Jij bent zo mooi. Sooi is inderdaad is mooi. Sooi in Thais en mooi in Nederlands. Sooi. Mooi. Voilà, jij bent zo mooi. Kun sooi maak. Maak is eigenlijk zo mooi, is heel mooi. Maak is heel mooi. Sooi maar is heel mooi. Goed. Nog een woord, die kunnen jullie ook zeggen, is narak. Narak. Narak is schattig in Nederlands. Schattig. Kun narak maak. Kun narak maak. Jij bent zo schattig. Jij bent zo schattig. Voilà, gemakkelijk hè. Kun narak maak. Dat is verschil tussen sooi en narak. Sooi is mooi. En schattig is narak. Narak, schattig. Schattig, narak. Voilà. We hebben zoveel vandaag complimentjes geleerd om voor Thaise vrouw, om voor jullie liefde te kunnen geven. Dus de volgende woorden is ik ben vrijgezel. Ik ben vrijgezel. Pom yang sood. Pom yang sood. Pom is voor een man. Natuurlijk. Chan is voor een vrouw. Chan yang sood. Chan yang sood. Pom yang sood. Ik ben vrijgezel, maar ik ben niet vrijgezel. En voilà. De volgende is heel belangrijk geworden voor de liefde. Jullie weten dat. Ik hou van u. In Thais is Chan rak kun. Chan rak kun. Chan is voor een vrouw. Voor een man is Pom rak kun. Pom rak kun. Voilà. Ik hou van u. Chan rak kun. Pom rak kun. Ik hoop dat jullie genieten van mijn clip van vandaag. Met mijn klas Thais leren spreken. Tot de volgende. Sawasdee ka.